De Apeldoornse gemeenteraad heeft vanaf half juli zomervakantie. Dit betekent dat er niet vergaderd wordt en dus ook dat in de wandelgangen het politieke radioprogramma van RTV Apeldoorn even niet uitzendt. Daarom deze zomerserie. We praten met fractievertegenwoordigers, fractieassistenten. Wat doen ze eigenlijk? Wat valt ze op vanaf de zijlijn? En wat is hun ambitie? Willen ze uiteindelijk raadslid worden? Ik ben Cent Wierda, ik ben fractievertegenwoordiger voor lokaal Apeldoorn. En daarmee mogen wij raadsleden helpen in de vergaderingen waar we het voorbereidende werk doen. Eigenlijk wat die raadsleden daarna uiteindelijk een besluit over kunnen nemen. Het komt er eigenlijk op neer dat je loopt mee. Dus de stukken, de dingen die allemaal besproken worden, alles wat speelt eigenlijk in Apeldoorn, dat zie je. En een van de meerwaardes die je kan hebben als fractievertegenwoordiger is dat je alvast proefdraait. In de hoop dat je bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, dat er een zetel naar jou toe kan komen. Dat is een van de meer toegevoegde waardes. En daar kan je ook op anticiperen. Je draait alvast mee om te kijken van hoe werkt het spel en hoe kan je daarin profileren. En ook gaan kijken van wat ligt bij jou. En is dat werk wat een raadslid doet, past dat wel bij jou? En zijn er dan bepaalde dingen, want jij volgt die vergaderingen sowieso. Zijn er bepaalde dingen, en dan bedoel ik ook echt wel van je partij, die jou dan extra bijvoorbeeld opvallen omdat je niet juist er middenin zit en meepraat, maar juist aan de kant zit, zeg maar? Ja, eigenlijk wel een heleboel. Maar het is ook een beetje de vraag wat je zelf interessant vindt. Mm-hmm. En zo'n fractie probeert al die onderwerpen te benaderen. Een aantal onderwerpen zo van, dat is wel echt van onze partij. Daar willen we op scoren. En waar hebben we het dan over? Nou, in ieder geval vandaag is er onder andere het zwembad gepresenteerd. Nou, daar glunderen we dan wel van. Dat is zo van, ja, hebben we toch in de afgelopen paar jaren best wel goed aangetrokken dat het ook daadwerkelijk die 8 banen wordt. En dat je die 50 meter kan opsplitsen naar 25 meter baden. Dat je daarmee dus het aanbod dat wij in Apeldoorn nodig hebben, dat we dat dus op maat kunnen maken. En het is toch wel mooi om te zien van, er wordt iets moois gebouwd wat we allemaal kunnen gebruiken. En daar hebben we dan aan meegewerkt. Dat is het mooie om terug te zien. Nou refereerde jij er al heel even aan naar net. Wat je zegt, misschien wel als ambitie wat je dan nu doet om raadslid te worden. Is dat waar je heen wilt uiteindelijk? Nou, ik denk dat iedere fractievertegenwoordiger die ambitie moet hebben. Of je eigen ambitie dan groter is, dat mag ook. Maar het is goed om de stappen naar wat je wilt gaan bereiken te gaan maken. En als daar in het raadswerk in zit, moet je er ook voor gaan. En dan kan je daarna gaan kijken van, en wat nog meer? En het is ook het kan ook een opstap zijn voor als je bijvoorbeeld naar de provincie toe wil of naar het landelijke politiek of in mijn geval Brussel. Dus die ambities die je hebt, die kan je vertalen naar het werk verzetten. Want je doet het uiteindelijk altijd, voor ons geval, voor Apeldoorn. Dus als ik het zo hoor, als je ooit de politiek in wil, is fractievertegenwoordiger worden eigenlijk een goede eerste stap? Misschien wel een goede tweede stap. Sowieso sluit je aan bij een politieke partij, leer waar ze mee bezig zijn. En daarna vraag gewoon, kan ik iets doen? En of je nu in het bestuur gaat of fractievertegenwoordiger of alleen al meedenkt, daar wordt de politiek beter van. Want dan is het meer van ons allemaal. Nou, vind ik een mooie afsluiter. Dankjewel. Graag gedaan.